ben heel even niet meer bezig over. Ik heb toch varianten hiervan al eerder gegeven, maar dat jij er niet bij bent geweest dan? Ja, wel bij één dan. Eentje? Eén zeker. MCA was dat? Of? Ja. Oké. Okay. Ben ik er al of niet? Ik zie nog niks op... Dit ben ik niet hoor. Oh. En ik moet denken dat die stand voor selfies is, mirror. Het is iets totaal anders. Goed, ik moet heel snel zijn, want ik heb deze klok voor mijn neus. En die is onverbiddelijk, heb ik gehoord. Deze zaal moet leeg zometeen. Er is in andere zalen nog van alles te doen hierna. Ik blijf sowieso nog eventjes hangen en mee eten. Dus mochten jullie hierna vragen hebben of zo, tik me gewoon op schouder. Dan komt het allemaal goed. Voor de mensen die mij niet kennen, ik ben Marcel, social engineer, researcher bij de Rijksoverheid in het kenniscentrum. Doen allerlei onderzoeken naar het menselijk gedrag en het koppelvlak tussen mens en techniek. En daarvoor heb ik heel veel leuke dingen moeten leren gedurende mijn leven. Ik heb goochelaars bestudeerd, ik heb oplichters bestudeerd, ik heb politici bestudeerd. Valt weinig aan andere leugenaars. Ik ben ook af en toe journalist, dan zit ik met een clubje mensen zit ik te podcasten en dat noemen we Angry Nerds. Dat staat straks nog in de tips aan het eind, dat je daar echt een keer naar moet luisteren. Voor je stickers wil, die liggen hier. Ik moet er dus een beetje snel doorheen, want ik heb daar dat enorme enge rode vakje wat steeds kleiner wordt. Social engineering, eerst even een definitie. Ik heb dit heel erg vaak moeten herschrijven, want de definitie werd steeds langer en langer. En op een gegeven moment waren het twee A4'tjes vol. Het toepassen van psychologische technieken om iemand aan te zetten tot het verlenen van een dienst of het leveren van een product waartoe die eigenlijk niet bereid of bevoegd is. Nou, we lopen er op een heel lang stuk. Maar eigenlijk, als je erover gaat nadenken, is het twee woordjes die samengevoegd zijn. Social, dat kennen we, dat gaan we straks doen in de bar. En engineering, je maakt een plan en aan de hand van dat plan ga je iets realiseren. Een gebouw of een brug of wat je dan ook hebt. Als je die twee woordjes samenvoegt, gaat het snel zo, hè? Dan kom je op social engineering en dat is het aangaan van een sociale interactie aan de hand van een voorafgestemd plan. Je wil iets van iemand, je wil iets bereiken en aan de hand daarvan ga je die social interaction ga je hebben. Wat is het? Dat is wat social engineering is. Nou ben ik zelf wel zo'n gast die als ik met een oplichter zit te praten, en dat doe ik regelmatig, die dan zeggen, ja maar eigenlijk ben ik dan ook social engineer. Dat ik daar een beetje kribbig van word. En denk van, maar eigenlijk wel. Ja, hij heeft gelijk. Wie doen die dingen nou allemaal? Nou, om kort te gaan, deze is speciaal voor Hans trouwens. TARDIS daar, Buenos TARDIS. Criminelen, advocaten, een beetje hetzelfde. Maar ook docenten. Ik heb voor de les mocht geven aan de Security Academy, wat ik af en toe doe, heb ik echt door zo'n hele didactische cursus heen gemoeten. Van hoe ga je nou dingen uitleggen, dat het een beetje blijft hangen bij mensen. Hoe doe je de juiste voorbeeldjes, hoe schat je in wat voor doelgroep je hebt. Hoe zorg je dat het beginniveau, wat soms zo is, dat dat een beetje gelijk komt voordat je begint. Er zitten allemaal trainingen aan en ook dat is een sociale interactie aan de hand van een plan. Ik heb een vijfjarige inmiddels. Die is slimmer dan ik op sommige vlakken. Ze weet precies hoe ze moet kijken en hoe ze moet huilen wanneer ze een snoepje wil of een dingetje. Dus parents en children, vergeet children vooral niet, ze zijn heel erg goed in social engineering. Omdat ze niet vertroebeld worden door allerlei andere ideeën. En de beperkingen van, oeh, dat kun je niet maken, want daar heeft die van ons echt lak aan. Dus iedereen doet het een beetje, vrij naar het liedje van Robert Long. En waarom zou je dat dan doen? Invloed. Je kan invloed uitoefenen op mensen. En influence, invloed is iets anders dan manipulatie. Ik zie dat altijd een beetje als de yin en yang van social engineering. Het beïnvloeden van mensen, dat is niet altijd erg. Daar kun je een goed doel mee hebben. Wij willen dat die kleine goed opgroeit en dat ze het boontje opeet. Maar manipulatie, dat is wel smerig. Dus daar moet je altijd een beetje de grens tussen bewaken. Wanneer ben ik nou lelijk aan het manipuleren? Je kan natuurlijk financieel gewin doen. Vroeger deed ik nog wel eens kaartjes bij elkaar social engineeren voor congressen zoals dit. Tegenwoordig kom ik gewoon spreken. Kan ook. Je kan status doen. Hè? Je kan jezelf een stuk beter voordoen dan je bent. Daar kom ik straks op terug, wie dat doet bijvoorbeeld. Maar het kan ook lelijker zijn, activisme. Dat is dan nog redelijk goed, hè? Maar ook revenge. Je kan mensen kapot willen maken. Je kan iemand best wel kapot social engineeren. Dat gaat. Gaslighting en zo. Maar het is niet altijd slecht.
Zo'n dokter die in het ziekenhuis naar jou toe komt en zijn handen in zijn zak uit en zegt, ja, je hebt kanker. Dat vinden wij raar. En dat is logisch, want zelfs als je me dat nu zo hoort zeggen, denk je, holy shit, dat is niet echt heel tof om te roepen. Laat staan als je de patiënt bent en die dokter die komt dat zo vertellen. En wat die dokter moet doen, en daar krijgt hij training voor, is om te zeggen, van, nou ja, meneer, komt u even mee, ga lekker zitten, ik heb de onderzoeksresultaten bekeken, het ziet er niet zo goed uit, ik heb een plan. En dan gaat hij dat plan toelichten. Waarom doet hij dat? Omdat hij wil dat je zo lang mogelijk blijft luisteren. En als jij zo'n mededeling krijgt, dan waf, alles dicht. En dat wil hij voorkomen. Want het is in jouw belang en ook in dat van hem, dat je luistert en dat je meegaat in het behandelplan. Dus die gasten krijgen trainingen daarvoor. Wat doe je dan? Nou ja, als je een beetje de lelijke kant bekijkt, dan ben je creatief de waarheid. En hoe je dat doet, komen we straks nog op. Je kan gewoon in woordjes kun je een beetje jokken. Gewoon, hallo, ik ben Rian. Ik heb me nog zo voorgenomen om dat niet te doen. Je kan indirect, je kan indirect liegen. Ik ben cyber-expert. Of de indruk wekken dat je dat bent. En je kan allerlei mooie dingen om je heen regelen. Dure auto, die dan gehuurd blijkt te zijn of zo. Maar het gaat op een date, gaat fantastisch, kan ik je melden. Dit is het eerste gedocumenteerde geval van identiteitsfraude. Dat wilde ik jullie niet onthouden. Dat is één van de technieken die je zou kunnen doen om te social engineeren. Limited time is er ook één. Er kwam net iemand naar mij toe die zegt, let even op. Maar het is niet voor niks dat al die reclame op de radio allemaal rijmt op ga snel naar .nl. Dat is niet omdat iemand een rijmpje heeft bedacht. Dat is omdat ze spoed willen impliceren en dat doet iets met jouw mindset. Ook moet snel bij zijn, het is bijna op. Of het is bijna verlopen, of het kan bijna niet meer. Limited stock is in dezelfde familie, hè? Ik heb er nog maar één. Deed ik net bij Hans met een sticker. Je kan een cheap offer hebben. Ik doe heel veel dingen voor de radio en ik heb een softwarepakket draaien. Dat werd gemarket als helemaal fantastisch. Je kan daar spreeks in opnemen, gewoon tussen de plaatjes door. En dan hoef je niet zo'n hele show te maken, maar je doet alleen die spreeks. En dat mixt zichzelf helemaal uit. Fantastisch, scheelt ontzettend veel tijd. Wat blijkt nou? Dat kan wel. Maar als je gaat DJ'en, wil je natuurlijk ook de muziek een beetje horen waar je overheen praat. Want dat doet iets met de toon van het programma. Ja, dat kan wel, maar dan moet je een moduletje kopen. Dat heet Voice Tracking Plus en dat kost €300. Ja, zo doen ze dat. Het pakket zelf kost €2500. Dus dan denk je dat je redelijk compleet bent. Dus toch een vrij fors pakket. Hè, voor iemand die gewend is aan gepirate software. Maar dan komt er nog even zo'n 300 bij. En oh ja, je hebt ook nog een onderhoudsabonnement, want dan krijg je updates. Ik vind dat niet helemaal netjes. Dan heb je de wiskundige trucjes. Iedereen kent het telefoonabonnement. Een nieuw abonnementje neemt, dan krijg je de telefoon gratis. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Je betaalt die telefoon gewoon 3 keer, omdat dat abonnement vreselijk veel duurder is dan wat je anders zou krijgen. Ik koop ook gewoon een telefoon. En ik heb mijn sim-only al heel lang. Dus ik ben gegrandfathered op internetbundels, geloof ik. Dus, dan kun je nog wat emoties meenemen in het spelletje. Je kan mensen bang maken. Of een beetje onzeker. Of je kan hebbigheid gebruiken. Arie Olivier, bekendste oplichter van Nederland. Denk naar EA nu. Die moeten we indalen, hè. die heeft dat ooit geroepen. Als je mensen wil pakken, moet je hun hebberigheid tegen ze gebruiken. En die man heeft gelijk. Ja, denk aan Bitcoin. Ga ik niet naartoe, naar dat onderwerp. Je kan overconfidence gebruiken. Mensen juist heel zeker van hun zaak maken, want dan gaan ze lekker mee en dan voelen ze zich goed. En je kan cognitive biases en heuristics gebruiken. Daar gaan we zo nog even uitgebreid naar kijken, want die zijn echt super grappig. Maar eerst iets over waarheid. Sommige dingen in deze lezing zijn niet waar. Dat kan ook niet, want als ik voorbeeld geef, dan moet ik de namen een beetje veranderen, de situatie een beetje veranderen. Anders loop ik opdrachtgevers te doxen. Of non-disclosure agreements te vergiftigen. Dat kan niet. Het is ook zo dat je geheugen niet absoluut is. Het kan best zijn, ik zei, ik liep toen door die blauwe deur, maar die was eigenlijk donkergrijs, werd niet meer precies.
He, dus alles exact onthouden, dat gaat niet. En het is ook nog wel eens zo dat je gewoon niet alles kan onderzoeken. Dus dan doe je een soort globale aanname of je zegt, nou, he, ik heb dat wel bekeken, maar voor hier is het even dit. Omdat het anders een heel lang verhaal wordt. En ik heb hier deze rode klok, die echt heel dreigend naar me kijkt de hele tijd. Dan is er ook nog iets met je hersenen aan de hand. En dit vind ik eigenlijk het meest interessante stukje, moet je daarna niet weggaan trouwens, maar van de hele lezing. Want wij kunnen mensen social engineeren op een manier dat ze er niks tegen kunnen doen. En die moet je even laten inzinken. Hè, als ik tegen jou zeg, ik ga je hacken, dan zou je zeggen, dat is prima, doe je best. Want ik heb een firewall, ik heb dit en dat en dat. En ik weet nu trouwens wie jij bent en ik ga jou heel goed in de gaten houden. Ik ga nergens op reageren wat je doet. Maar een vriendin van mij is psycholoog en die doet aan dating. Niet voor het daten, maar voor lol. Zij onderzoekt namelijk haar dates. Dus een beetje onethisch vind ik eigenlijk. Maar wat ze doet is, hoe ze het zelf brengt, ze zegt, nou dan ga ik op date, dan heb ik een leuke avond en ik leer daarvan. Is gewoon hetzelfde. Wat ze vertelt is, zij heeft het boek gelezen van Neil Strauss, kennen jullie dat? The Game? Geen Desperate Daters hier? Oh, één. Neil Strauss die beschrijft allemaal van die technieken waar je een vrouw helemaal wild kan maken van jou door heel dominant te zijn. En je moet naggen, dat is een techniekje dat je eigenlijk net één compliment maakt. En een beetje links laat liggen, wat met een vriendin praat, maar niet met haar. En dan gaat ze je steeds aantrekkelijker voelen, want... Ja, wat je niet kan krijgen, dat is interessant. Dat staat een beetje in dat boek. Zij zegt, ik ken alle technieken die in het boek van Neil Strauss staan. Ik ken alle andere boeken die over pick-up artists gaan, hoe je vrouwen versiert. Dus ik weet, naast een volledige master in psychologie, hoe dit werkt. En nog werkt het. En daar is ze echt super gefrustreerd over. For good reason. En dat heeft hiermee te maken. Jouw brein is, we kennen allemaal de twee hersenhelften. Tenminste, dat is allemaal wel eens verteld. Hè? We hebben de creatieve kant en we hebben de logische kant, de wiskundige kant en zo. En, maar waar we eigenlijk niet bij stilstaan is dat we ook die drie hersendelen hebben, zo van voor naar achter. En daar zit een hiërarchie in. Dit stukje hier is de eindbaas. Als die zijn mond open doet, is de rest is stil. Ja, bijna stil. Dat middelste stukje, dat is een stuk dat een beetje reageert. En ik vat het nu een beetje samen hoor. Hang me er niet aan op als hier wetenschappelijke onvolledigheid in zit. Want dat duurt veel te lang en dat klokje. Maar zeg dat het stukje is waar stofjes regeren. Als je dronken bent of als je aan drugs bent. Medicijnen, maar ook je eigen stofjes. Hè? Endorfines, dopamines, allerlei dingen die je... Een gevoel geven van emotie waarvan je denkt, oeh, dat is waarom mannen heel stom doen als het om vrouwen gaat af en toe. Dat zit hier, in dat middelste stukje, het limbische brein. En heb je nog de prefrontale cortex of de neocortex hier aan de voorkant. En dat is waar wij allemaal heel goed in zijn. We hebben van alles geleerd op school, wiskunde, logisch redeneren en zo. Dit is je logica, hè. En als je niet in de maling genomen wil worden, dan heb je dit stuk echt keihard nodig. Want dat gaat je vertellen, hey, er speelt hier iets. Dit gaat niet goed, ik ga deze kant op nu met het verhaal. Even logisch blijven denken. Het rottige is dus die hiërarchie. Want als wij als social engineer dit stukje kunnen activeren, dan doet die even niet meer mee. Of in ieder geval niet volledig. Dat middelste stuk is veel sterker. Dus daarom is het voor professionele social engineers... Heel leuk om iemand dronken te voeren. Je krijgt alle informatie die je wil. En ze doen alles. Want junks, precies hetzelfde verhaal. Die kun je alles laten doen voor een... weet je, want het beloningscentrum in dat middelste stuk van je hersenen... dat zorgt wel dat je de prefrontale cortex, als je die nog had... dat die even niet meer helemaal meedoet. Dit stukje, de eindbaas, die kan dat weer overroelen. Dat is het reptiele brein, vandaar de titel van deze lezing, Heuristic Park. Ik vond hem echt wel grappig, zelf.
Dat reptiele brein, dat zijn je primaire gedragskenmerken. Dat is het overlevingsinstinct. Daar zit het vechten, vluchten, vriezen. En er zitten allerlei andere dingen. We hebben dit een keer getest met een vent die ontzettend goed hier ontwikkeld was. Echt zo'n professor. Wow. 4 doctoralen en nog wat masters en nog wat bachelors. En van alles had hij. Een heel superslimme kerel. En die heeft een keer meegenomen in een spookhuis. Helemaal volgeplakt met allemaal sensoriek. Superleuk om dan in het kamertje ernaast naar zo'n scherm te zitten kijken naar de infraroodcamera's, want het is daar stervensdonker. En die man die hebben we de eerste keer hem er gewoon doorheen laten lopen. En de tweede keer hem ongeveer verteld wat er ging gebeuren. Hij heeft kamer 1 en er zit van die slijmerige spinnenwebben helemaal zo. En de deurknop is glad en dan kom je in kamer 2 en dan voelt de vloer heel gek. En dan uiteindelijk hoor je wel gekke geluiden en dit gaat gebeuren. En in kamer 3... precies 40 seconden nadat je binnen bent gekomen, ligt er een man in een zwart pak op de grond en die grijpt je enkels. Dan weet je dat even. Dus er is geen reden meer om te schrikken. Geen enkele reden om te reageren zoals je dat zou doen vanuit dat reptiele brein. We hebben nu je prefrontale cortex helemaal voorbereid. Dikke mik. We hebben dat een keer of 10 geprobeerd, met allemaal sensoriek erop. En de laatste keer hebben we zelfs via een speakertje meegeteld. 5, 4, 3, maakte geen verschil. Je schrikt je nog steeds helemaal lam. En dat komt omdat dit stukje, dat is gewoon de eindbaas van je brein. Als je dat stukje kan aanspreken, en dat doen wij heel vaak als we een pentest uitvoeren, gaan we altijd een beetje hier zitten kietelen. En ik zeg expres kietelen, je maakt iemand een beetje angstig, een beetje onzeker. Hey, wat moet jouw baas hiervan vinden dan? Ik wil hier naar binnen. Ja, weet je, het maakt mij niet uit. Ik wil ook weer naar huis gaan, maar leg jij me even uit aan de baas dan. Dat is goed, hè? Heeft hij geen lezing of wordt de printer niet gerepareerd of wat soort dingetjes, hè, wat je dan doet. Dat begint hier toch vervelend te worden. En je ziet dat er heel vaak dan een stukje medewerking komt, omdat die prefrontale cortex even niet helemaal meedoet. Als je dat stukje heel subtiel gaat benaderen, dus je gaat een beetje kietelen, heb je kans dat het nog niet voldoende is om dit helemaal uit te schakelen. Wat kun je dan doen? Je pakt een heel druk moment. Dus dat iemand al overvoerd is daar. En dan ga je hem een rotgevoel geven. Je kan dat ook met een voorhamer bewerken, dit stuk. Niet letterlijk. Maar als wij bijvoorbeeld... dit vertellen we altijd in de intake van een pentest. We kunnen dit stuk dan aanspreken. Dat kunnen we ook doen met een envelop. Met een foto van zijn kinderen erin. Die s'avonds in de parkeergarage van een enge man een grote snor krijgt. Dan werk maar mee, vriend. Dat mogen we niet testen. Dat is heel flauw. Maar daar houden mensen dus trauma's aan over. Er is werkelijk helemaal niemand die dat gaat weerstaan. Die zegt, oh, schiet je toch, maar mij dat uit. Het zijn nog kinderen. Vrouw, ander verhaal. Maar kinderen, nee. Daar blijf je af. Dus dit is een beetje moeilijk, maar we leggen dat wel uit. Ook in die intake van, joh, hou er rekening mee dat dit wel kan gebeuren met iemand in je team. Je kan ze nog zo goed screenen, je kan ze nog zo goed doorlichten. Maar iemand kan slachtoffer zijn van zoiets. Dus wat doe je? Je taakscheiding, al je dingen die wij allemaal kennen. Hè? Maar doe dat, want dit is een mogelijkheid. Je kan je hier niet tegen verzetten, ik ook niet. Dit is een leuk testje. Wie heeft hem al? Ja? 25? Wie biedt meer? Minder? Meer. Wie denkt 25? Maar de meeste wel. Hè? Wie denkt iets anders? En wat dan? 1? Ja, maar jij hebt de vorige lezing gezien. Ja. Helemaal niet meedoen. Niet? Ja. Het staat er gewoon, hè? 1 is 5. 5 is 1. Het staat hier gewoon. Maar waarom doen we dit nou? Omdat we denken dat hier een patroon zit. We denken, dat zit er niet. Maar dat denken we wel te zien. En dat zijn heuristieken. Onze hersenen zijn maar 2% van je lichaamsgewicht, ongeveer. Afhankelijk van je lichaamsgewicht. Maar die hersenen zijn zo'n 2%. 1% bij mij. Maar ze gebruiken bijna een kwart van je energie. Je kan je vast wel die ene vergadering herinneren, waar je alleen maar op een stoel gezeten hebt. En echt katjelam naar buiten kwam van, wow, mijn dag is klaar nu, ik ga naar huis.
Ik ben echt helemaal af geestelijk. Dat is het gevoel wat je krijgt als die hersenen zo hard moeten werken. Even kijken. Dat is het gevoel wat je krijgt als je hersenen zo hard moeten werken. Daarom hebben ze een spaarstand. En die spaarstand, dat is wat Daniel Kahneman in zijn boek Thinking Fast and Slow beschrijft. We hebben dat hele snelle denken. Het onderbewuste, het systeem 1 noemt hij dat. En dat doet, oh, ziet al. Dat is lekker makkelijk, want dan word je niet moe. En je hebt het systeem 2, dat is het wat, hè, als ik deze had laten zien en ik had tegen jullie gezegd, even, trap er niet in. Relax. En dan zeg ik impliciet al, het is geen 25. Ga eens nadenken, ga eens kijken. Nou, de meeste komen er dan wel uit. Oh ja, staat hier. Dus dat is dat tweede systeem. Maar dat tweede systeem kost ontzettend veel energie. En daarom gaan die hersenen redelijk snel, by default, als je niet oppast, in die spaarstand. En wat wij proberen is hersenen in die spaarstand te krijgen. Want daar gebeuren leuke dingen. We kunnen je namelijk zo'n rijtje geven, maar daar staan heel andere dingen in. En dan is de logische conclusie, oh ja, tuurlijk moet ik hem helpen. Dat is social engineering, wat je doet. Ben ik er veel heen en weer aan het lopen voor die camera trouwens, of niet? Ik zal het iets beperken. Ik noem ze hier even op. Ik heb er een paar uitgepikt, er zijn er meer. Maar je hebt de expert heuristic, vind ik erg leuk. Consistency heuristic, bandwagon. Persuasive intent, dat is een beetje een omgekeerde eigenlijk. Toch ook weer niet. En de expectancy violation heuristic, die is echt lachen. Die vind ik de leukste die erop staat. Nou, experts. Ik heb er een paar verzameld. Wie haalt de echte expert eruit? Wie denkt A? Geen echte experts? E. Dus de weerman, hè? Vertellen wat voor weer het wordt. Doet hij wel elke dag trouwens? Dat is gemeen, ik ben nu aan het primen. G? In zekere zin wel, hè? Want je kan vinden wat je wil, maar de kreng weet precies wat ze doet. Echt waar? Maar wie is nou echt de expert? Gerrit Hiemstra, die heeft, kijken, wat heeft die 2 masters en 7 bachelors, geloof ik. Die man had echt tijd te veel. maar hij weet wel waar hij over praat. En dat is niet alleen een wolk. Het is, die man heeft echt serieus verstand van klimaatproblemen. En ik vind het heerlijk om die op Twitter te zien reageren op al die wappies. Dan, oh, dit en dat. En dan komt hij het even duiden. Nou ja, als ik dit rijtje zie, dan denk ik, ja, geloof je wel, denk ik. Ja. Ja. Toch is context ook belangrijk. Je moet mij niet in een operatiekamer zetten. Kan wel hilarisch wijzen, maar dat moet je niet doen gewoon. De consistency heuristic, dat is als je iets maar vaak genoeg hoort. En iedereen kent het verschijnsel van de laatste 2 jaar, 3 jaar misschien, bubbels. We weten dat Facebook en Twitter en de like, zeg maar, die hebben een algoritme dat het gebaat is om jou zo lang mogelijk daar te houden en zoveel mogelijk te laten doorklikken en zo. Want dan kunnen ze je meer reclames bieden. Als jij langer op die site bent, je wordt aangebeld bij mij. Als jij daar langer rondhangt, kunnen ze je meer reclames laten zien. Dus al die algoritmes zijn erop gebouwd om jou alleen maar te laten zien wat je al leuk vindt. En dat doen ze op heel veel manieren. Hè. Ze tracken op alle mogelijke, hou nou toch op. Op alle mogelijke manieren tracken ze wat er gebeurt in jouw gedrag. Waar klik je wel op, waar klik je niet op. Sommigen doen oogbewegingen meten via de webcam. Soms hebben ze gewoon je microfoon overstaan. Horen ze precies waar je het over hebt. En ze geven je dus heel veel van hetzelfde. Want dat is lekker comfortabel en dat houdt je daar. Het gevaar daarvan is wel dat je in die consistency heuristic terechtkomt. Ja, ik hoor de hele dag niet anders. Zou waar zijn, toch dan? Denk ik. Nou, hier heb je ze. En de bandwagon heuristic is verwant daaraan, maar toch een beetje anders. Ik heb dit met mijn vader heel erg. Die is 75. En die vindt dat al zijn vrienden, er blijven er nog 2, hè, op WhatsApp zitten. Nou ja, WhatsApp. Onverstandig, weten we toch hier? Wie heeft WhatsApp? Niemand durft zijn hand op. Toch wel? Oeh, oké. Okay. Nou, ik heb het niet. Dat ben ik dan. Maar ik heb mijn vader wel onder druk moeten zetten. En joh, luister, jij moet Signal gaan installeren. Oh, waarom zou ik dat doen? Klopt zo, je houdt met praatjes, zo gedoe en zo. Ja, maar
ik denk dat je signaal moet gaan gebruiken. Ik doe dat in ieder geval en hè, dat is prima. Ja, ik zie geen reden. Oh nee, foto's, kleinkind. Hij heeft nu signaal. Dat is dat middenbrein, hè? Het beloningscentrum. Maar de bandwagon heuristic zorgt dus voor dat we net z'n allen maar op die bandwagon blijven zitten. En niet zeggen van, nou, kap met die zooi. Ik ga wat anders doen. FOMO. Persuasive intent. Ik heb dit met verkopers. Op een uitzondering na, enkele uitzondering na, ga ik erg slecht met verkopers. Waarom? Omdat ik elk trucje ken. En je voelt je gewoon in de zeik genomen. Ja, meneer, u moet dan wel eventjes vandaag nog tekenen. We hebben dit letterlijk gehad. Er was een verkoper die verkocht voorgevels voor huizen. Dat is best duur. Hè? Als je je voorgevel helemaal wil laten opknappen, waren zo'n garage deur en dan moest eruit. En dan moest er ook een geveltje komen met een raampje, zo'n kantoortje, want thuiswerken. Nou, zie je zo, 8k of zo, zit je zomaar, hè? Ja, geweldige aanbieding, zo, slechts €8200. Moet wel even nu vanavond nog tekenen. Ik zeg, wij zijn uitgepraat, dag. En mijn vrouw die zit er daarnaast, oh kut. Die loopt naar de keuken, haalt een grote zak popcorn en gaat de rest van het gesprek volgen. Want ik kan daar niet tegen. En, nou ja, aan het eind van de rit, we waren toch wel geïnteresseerd, want we wilden dat wel. Dus hij had nog mazzel dat we echt wel geïnteresseerd waren in het product. Maar ik heb wel duidelijk gemaakt dat we toch even tot het eind van de week nodig hadden om hier even goed over te praten, goed over te denken en even kijken en vergelijk te doen. Dus nu tekenen? Nee. En vraag me dat nooit meer. Dat is de persuasive intent. Nu wist ik, deze is leuk. Deze is leuk. Wij gaan ervan uit dat bepaalde mensen het wel weten. En ik zie het nu, ik zie hoe langzaam deze grap naar achteren gaat, zeg maar. Dat is omdat je even tijd nodig hebt, winkelcentrum. Huh? Maar je rijdt daar zo voorbij. Ja, zal wel. Deze komt uit Brabant, ergens. Verrekte hoge drempels. Kruising, ja, verkeerd afgesloten. En dit is, ik denk dat deze wel klopt, maar dat gaat meer over de postcode loterij dan iets anders. En afzappen. Nou, ik heb daar samen met mijn vrouw blauw over gelegen. We zijn aan het behangen thuis. Boven etage, een nieuw behangetje. En dan moet je met zo'n sponsje moet je dat oude behang eraf halen. Dat heet vanaf nu bij ons afzappen. Vandaar. We social engineer ook elkaar en dat doen we vooral zo. Ambtenares. Dit is een daadwerkelijk WhatsApp-gesprek dat iemand mij heeft doorgestuurd en ik met toestemming mag gebruiken. Maar dit zijn trainees bij de Rijksoverheid die met elkaar in gesprek zijn. Valt nog mee, hè? Wacht maar. Want, nee, dit zijn overheidstrainees. Ik betrapte me erop dat ik gisteren had geschreven, de werkgroep blijft bestaan als werkgroep om te ondersteunen bij de sturing en implementatie. Wat? Ja, moeten we niet doen, moeten we niet willen. Dit trouwens is een goed voorbeeld. Dat is 125F uit mijn hoofd, uit de ambtenarenwet. Die geeft het goede voorbeeld. Overigens is de ambtenarenwet zelf een hilarisch geheel, want als je kijkt naar die ambtenarenwet, daar zijn nogal wat artikelen geschrapt, namelijk artikel 3 tot en met... ...114, die zijn gewoon vervallen. Dus ja, ambtenarenwet. Ik probeer mensen altijd af te leren om zo met mij te communiceren. En ik doe dat letterlijk, jullie mogen het idee overnemen, want het geeft hilarische resultaten. Als iemand zoiets op mijn bureau legt, stuurt, dan print ik het uit. Ik zet er een onvoldoende boven met een rode pen en ik leg het terug op zijn bureau. Want dit kan niet. Wat je ook hebt, leidende vorm. Hebben jullie die wel eens gehad? Het is besloten. Het is besloten. Wie heeft precies waar wat besloten? Was die bevoegd? Was die bekwaam om dat te doen? Wat is er gebeurd? Nee, is besloten. Daar ga ik niks mee doen met die dingen. Maar die leidende vorm, het is, of er is, of weg. Dit vind ik een goede tip. Ik eis dat ook echt van mensen die bij mij rondhangen en die met mij zaken willen doen. Kort, duidelijk, half A4'tje.
Deze man heeft gelijk. Hij zegt, ja, sorry dat ik zo'n lange brief schrijf, maar ik had geen tijd om een korte te schrijven. In essentie is dat natuurlijk wel waar. Want het kost niet veel moeite om heel veel informatie naar iemand toe te blerven. Maar om even to the point te komen en precies eruit te halen wat je wil. En dat in een mooi handzaam dingetje zetten. Ik geef aan dat jij geen prioriteit hebt. Exact. Ja. Dat klopt. Ja. Ik eis dit ook van mensen. En ik noem dat bluff. Ik weet niet of jullie het kennen. Bluff, bottom line up front. Het komt uit journalistiek. Oorspronkelijk, als je in de journalistiek leert schrijven, stukjes leert schrijven, dan word je ook geleerd dat een editor daar nog wel eens in wil hakken. Er komt ineens een artikel bij, Willem-Alexander is van zijn fiets gevallen, hoe vreselijk, moet erbij. En dan knippen ze gewoon een stuk van jouw tekst af. En dat is voor zo'n editor super handig, als hij gewoon de onderste twee alinea's eraf kan knippen. Want die zijn het minst belangrijke. Stukje uitwerking, stukje achtergrond, stukje extra informatie, maar de bottom line staat in de eerste twee alinea's, helemaal bovenaan. En eigenlijk in de eerste zin. Geachte heren, ik heb uw idee bekeken, ik vind het een slecht idee en wel hierom. En dan, heel rijtje. Maar weet hij aan het begin al, slecht idee. Dit snappen we allemaal wel, hè. Zoals we hier zitten, denk ik dat we er niet zoveel last van hebben. Ik denk dat hier de mensen best wel kritisch kunnen nadenken, maar heel veel mensen doen dat niet. Er stond op Facebook. Ken je wel van de afgelopen 2 jaar. Deze is wel tof, er is drugs voor, dat kan je helpen. Dat is dit. Een korreltje zout, ja. Neem dat af en toe als je zo'n verhaal voor je kiezen krijgt. Oh, een korreltje zout, wij, kan je echt een heel eind brengen. Deze man heeft gelijk. Hij zegt die filterbubbels, waarin je dus constant in een kluitje gehouden wordt en alleen maar de informatie krijgt en waarvan je het leuk vindt om te hebben. Je weet niet precies wat mensen erin stoppen en waarom ze het erin stoppen, maar nog veel belangrijker, je weet ook niet wat je niet te zien krijgt. En dat is wel echt heel erg link met al die social media van tegenwoordig. Dus nu komen we bij mijn favoriete slide. Dit verklaart het gedrag van 90% van de mensen op social media. Het Dunning-Kruger effect. Dit is echt zo tof. Als je dit snapt, dan ga je gewoon een stuk relaxter Facebook lezen. Wat gebeurt er namelijk? Hier wonen de wappies. Op de peak of Mount Stupid. Dat is niet heel onlogisch en dat is ook niet gek. Wat gebeurt er namelijk? Mensen gaan met nul kennis gaan ze vertrekken. En die kennis die groeit naarmate je langer bezig bent en er meer in doet. Maar dat confidence, dat gaat redelijk snel omhoog. Omdat hier ben je al moeite aan het doen en aan het leren. En je denkt, jezus, wat is dat moeilijk, maar ik denk dat ik het nu snap. Dan ben je op de peak of Mount Stupid. En dan ga je je overal mee bemoeien en je gaat roepen dat je het allemaal fantastisch goed weet. Als je verder gaat leren, denk je, holy shit, wat weet ik eigenlijk weinig. Dat heb ik nu een beetje met computers. Ik heb heel lang hier gezeten en op een gegeven moment was het, boef, ik weet niks. Dan word je heel depressief. De Valley of Despair, daar kan je lang in rondhangen tot je op een gegeven moment weer langzaam omhoog klimt en denkt, oh, ik geloof dat ik het toch wel een beetje begrijp. En dan ben je wat bescheidender in je mening, laat ik het zo zeggen. Dat confidence level is vaak lager als het kennis hoger is, heel gek. Het is verklaarbaar. De meeste moeite doe je aan het begin en dan denk je, ah, dat was heel lastig, dus ik zal er nu wel zijn. Dat is niet waar. Goed, als je mening hebt, dan vinden deze man fantastisch. Want die verdelen jou het liefst op in links en rechts. Wat je ook van ze vindt, hè, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ze bedienen zich wel allebei van dezelfde techniek. Die ook onder social engineering valt. En die heb ik onderzocht. En dat kan ik met het Hofman-diagram doen. Daniel Hofman die heeft een diagrammetje gemaakt en dat gaat over core qualities. En die kan je het beste uitleggen met een voorbeeldje. Als je bijvoorbeeld mobiliteit pakt, dat is voor heel veel van ons best belangrijk. Ik woon in Nieuwegein, ik wilde met de auto hierheen. Want, ja, auto. Maar ik heb ook werk dat ver weg is. Ik heb werk waar ik heel veel troep mee moet nemen. Dat gaat echt niet achter op de fiets. Dus ik vind mobiliteit super belangrijk. Als je dat naar rechts trekt en je zegt veel mobiliteit levert problemen op.
vervuiling, files, narigheid. Valide, dat is gewoon waar. He? Dus we moeten iets gaan doen. Als je naar beneden rekent hier, dan kom je bij de challenge. En dat is, we moeten wat gaan doen aan die files en aan die vervuiling. Nou, elektrische auto's, dat is een goed voorbeeld. We moeten misschien een beetje arbeidstijden spreiden. Mensen meer de gelegenheid geven om thuis te werken. We kunnen nog veel meer dingen bedenken om dat een beetje te mitigeren. Maar alle verbrandingsmotoren weg, Amsterdam, dat is niet handig. Ja, ik heb weer een gekregen. Milieuzone, 90 euro. Shit, sorry. Dus dit is niet goed. Je zou hier de discussie moeten voeren, want hier vind je een valide argument waarom dit niet goed zou zijn. Hier ga je praten over oplossingen. Dit is waar je de discussie zou moeten voeren. Dit is waar ze campagne voeren. Dat is wat die mannen doen. En dan krijg je dus die twee kampen. Ja, mobiliteit, auto's, grotere snelwegen, meer asfalt. En de andere kant, nee, allemaal op de bakfiets. Belachelijk. Dit is een handig om in je hoofd te hebben. En als je dit kan herkennen, hier wordt die campagne uitgevochten. En hier moet je het eigenlijk doen. Zeg tegen allebei die idioten, rot even op. Die zijn niet constructief bezig. Nou, dan... Ik heb deze lezing ook in een iets andere vorm, in ieder geval deze slide, in Percentric gegeven. Die waren, nou ja, laat ik zo zeggen, 3/4 van de zaal vond hem grappig. er waren een aantal die wilden toch echt dat ik dit eruit zou halen. Maar nee, ik laat het er lekker in staan. We weten natuurlijk allemaal wie die oude man is en wie daar in zijn oor zit te fluisteren. Daar hoef ik niet heel veel over te zeggen. Maar influence by proxy is wel gevaarlijk. Want als jij een belangrijk persoon binnen een bedrijf kan overtuigen van je gelijk, zelfs al woont hij op de peak of Mount Stupid, heb je wel een weg naar binnen. Ik kan een nieuwe foto daarvan nemen, maar ze hand zijn hand mogen. Nee, maar ik vind deze zo leuk. Vooral omdat het ze niet zijn, maar wel zijn. Snap je? Ja, maar inderdaad, die was ook hilarisch, die foto. Oh. Ja. Is het een grap? In zekere zin wel, maar ook weer niet. Ja, dat is de grap. Dat is de Chinese de security filosoof Fooling You. Ik heb nog meer van dat soort Twitter-handles. Sven is er ook en Sven de Laar. Dat is ook een dingetje van mij. Maar die roepen af en toe beide handen dingen. En deze is helemaal niet zo gek eigenlijk. Want je kan wel zeggen, ja, ben jij die boef natuurlijk. Je komt hier zo'n 3500 euro en dan een steek je in je zak. Maar wat kost een pentest nou? Of iemand die jou even kon behoeden voor een verkeerde investering van 5 ton? Iemand die je voor dat bedrag inhuurt en zegt, zou ik niet doen. En hier heb je mijn argumenten. Dat kan best goed verdiend zijn. Dus het is niet altijd wat je denkt dat het is. Oeh, nog 5 minuten of zo. Countermeasure, ik ga lekker. Oeh. Clarity and details. Ja, wat ik zei, bottom line up front. Kom eens met een half A4'tje, wat wil je nou eigenlijk van mij? Directeuren, ook waar ik rondloop, die hebben gewoon geen tijd. Die gasten zitten in de auto te werken. En op weg naar een vergadering zitten ze nog even gauw door die stukken heen te akkeren waar jouw input dan bij moet. Nou, dat is heel lekker als je een half A4'tje hebt, een heel klein stukje. Ik heb dit en dit en dit onderzocht. Resultaten komen nog, maar dit is de bottom line. Neem ze mee in een overleg en heb je eerder geld. Als ze de volgende keer zeggen, oh, ik weet niet exact, ik heb de details niet, komt volgende keer wel, moet jij langer wachten. Dus dat is ook in je eigen belang. Als je zo'n verkoper hebt, ja, je moet even tekenen voor vandaag nog... Neem die beslissing altijd zonder die verkoper. In private. Gewoon daarna. Kom even tot jezelf. Zorg dat dit stukje niet meer prominent is, maar dat stukje. Ja, dat duurt soms even, want die verkoper weet natuurlijk hoe die dat middenbrein moet stimuleren. Je wil even dat dat stopt en dat je weer even hier bent.
En dan in private ga je daar nog eens een keer goed over nadenken. Lees niet de folder, maar kijk echt even, nou, wat krijg ik nou precies? En dan kom je vaak tot een of andere conclusie, of tot dezelfde, maar dan wel een gedegen conclusie. Externe expertise, je zag het net met die tweet. Kan best slim zijn om iemand in te huren die er echt verstand van heeft. Zorg dan wel even dat diegene er echt verstand van heeft. Niet nog een keer naartoe. Even kijken. Scope creep is een ding wat we heel vaak zien. Waarbij mensen van de Noord-Zuidlijn gewoon echt geroepen zouden hebben tegen de gemeenteraad van Amsterdam. Oh, als er geen geld meer bij kon, gooi je het gat toch weer dicht. Het is een metrolijngast. Ja, wat kost het dan om dat gat weer dicht te gooien? Oh, stuur even een offertetje voor. Nee, je wil van tevoren weten, wat doen we als dit uit de klauw loopt? En wie is er verantwoordelijk? Exit terms, die ik aan het eind heb staan, hetzelfde verhaal. We zien allemaal vendor lock-in overal. Oh, ik heb allemaal spullen van die leverancier. En dan wil je een keer iets anders en dan past het niet, Apple. Bijvoorbeeld, oeh, een hoop Apple-fans hier. Dat is niet grappig, hè? Goed, dit is een leuke bron om even rond te kijken. Ik doe hier altijd veel discussies mee winnen. Het gaat steeds slechter met de wereld. Oh, armoede en zo. En dan ga je hier kijken en dan zie je dat een aantal universiteiten dit gewoon hebben bijgehouden. Hebben ze niks mee gedaan met die data, gewoon opgeschreven. Het was in dit jaar zo en in dit jaar zo en in dit jaar zo. En dan zie je eigenlijk dat die lijn juist daalt. Hans Rosling heeft daar een mooi boek over geschreven, Factfulness. En dat gaat precies hierover. Ga eens naar de feiten kijken. En zeg niet, je hebt eigen onderzoek gedaan. Het kan, maar begin dan hier. Some takeaways, dit onderstreept zo goed de hele essentie van deze lezing. Ik zocht een illustratie voor takeaways. Ik kreeg een pop-up van thuisbezorgd.nl en hij wilde gelijk cookies plaatsen, terwijl ik die niet besteld had. Dat is heel vervelend af en toe, die computers. Dat ik blij ben dat ik er nooit wat mee doe. Slechte apps, de deur uit. Als je de kans krijgt, zorg dat die Facebook-app van je telefoon is, WhatsApp van je telefoon, dat sta ik hier een beetje preaching to the choir. Stel heel veel vragen. Daar worden verkopers heel ongemakkelijk van. En de kroonjuwelen, die kan ik nog wel even in de laatste 5 minuten met jullie delen. Wat wij doen, en dit is echt een takeaway. Wat wij doen, ik geef een cursus bij Security Academy die duurt 2 dagen. En wat we doen is, we geven alle deelnemers een kaartje met een nummertje van een andere cursist. Jouw slachtoffer is cursist 25, jouw slachtoffer is cursist 13. En een opdracht. Achterhaal van jouw slachtoffer het nummerbord van zijn auto. Nou, die is niet heel moeilijk. De meisjesnaam van zijn moeder. Best wel lastig. Zijn postcode, huisnummer, telefoonnummer. Neem je best wat van mee. Als je datingcircuit ingaat en je hebt geleerd hoe je iemands telefoonnummer moet krijgen, dat is al een takeaway van die hele cursus. Dus van harte uitgenodigd. We spelen dat spel 2 keer. En dan gaan we de eerste keer analyseren en de tweede keer analyseren. Van, is het nou gelukt? Is het nou goed gegaan? Wat ging er goed? Was je het slachtoffer of was je de dader? Nee, je bent eigenlijk allebei. Heb je wat gemerkt dat ze bij jou aan het doen waren? Heb je je resultaat kunnen behalen? Hoe ging dat? En tussen de eerste en de tweede keer zie je een heel groot verschil. Namelijk, de eerste keer ging het eigenlijk best wel goed. En de tweede keer lukte het voor geen kloot. En waar zit dat nou in? Dat zit hem erin dat ik tussen die 2 sessies de opdrachten op het bord laat staan. We weten precies, postcodes, postcode, huisnummer, kenteken van de auto, meisjesnaam van de moeder. Dus de volgende keer als je dat spel speelt, maakt het geen hol uit. Of je de social engineer kan ontmaskeren, of je hem kan herkennen. Dat gaat namelijk niet, zeker als ze een beetje goed zijn. Maar je weet wel wat de kroonjuwelen zijn. Dit is informatie waar ik het niet over ga hebben. Een kenteken van mijn auto, ben je gek of zo, vriend? En dat moeten we elkaar leren. En als het om social engineers gaat, je herkent die mensen niet. Als dat buitenlandse diensten zijn, die komen niet met een plaksnor en een rare bril je bedrijf binnen. Maar die hebben echt een missie. En soms gaat dat over complete huwelijken die gesloten worden, waar 20 jaar iemand bij je is en je er ineens achter komt dat dat toch niet helemaal was wat je dacht. Zo diep kunnen die lui gaan. Maar als jij weet dat je over die en die informatie nooit praat,
heb je heel veel gewonnen. Nou, hier staan wat van die tips. De belangrijkste onderaan natuurlijk, want bottom line op... Oh nee, het gaat hier niet op. Dit is een heel leuk boekje, Margriet Sitkoorn. Hersenhack, ik vond hem ontzettend leuk om te lezen. Er staan ook heel veel van dit soort juristieken in. En techniekjes die ik jullie probeer mee te geven. Rosling, goed boek. Ik weet dat jij hem ook gelezen hebt. Dus, die gaat je echt een positievere kijk op de wereld geven zelfs. Want heel veel dingen zijn niet zo kut als we denken. Oh, het wordt opgenomen. Hè? Niet zo naar als we denken. Kun je knippen toch? Nesbitt met zijn Mindware. Ook een heel goed boek over social engineering en technieken die daarbij horen. En dan hebben we nog 1 minuut voor vragen, denk ik. Nou ja, jullie mogen vragen stellen als je dat wil. Als je denkt ik moet nu weg, dan mag dat ook. Zijn er nog vragen? Niet? Holy shit. Overigens, die website, die is ruk, dat weet ik. Ik heb gewoon geen tijd voor. Ik heb er een WordPress dingetje op gezet met een templateje van hoe hier staat iets. Komt wel een keer goed, denk ik. Hoop ik. Als je het leuk vindt, dat misschien wel voor de website juist doet? Nee, die website rukt echt. Als iemand verstand heeft van webdesign, wat die... Ja, dus nee, het is echt, die is gewoon niet af. Dus er staat niks op. Dus ik krijg dat wel eens terug van mensen. Oh, je komt op die website. Nu. Niet? Ja, er staat gewoon niks op. Het is echt een leeg template. Marcel van der Velde, blanco. Meestal, wat Marcel zegt, is waar. Over het algemeen is het waar. Maar je moet niet naar angrynerds.nl gaan. Nee, nee. Dat is nog wel interessant. Oh. Ik ben zelf nogal van het open en eerlijk. En als ik dan dit soort presentaties denk altijd, ja, hoeveel moet ik delen? En open en eerlijk zegt, deel alles behalve je pincode een beetje, maar hoe ga jij daarmee om? Nou ja, die kroonjuwelen waar ik het over had. Er zijn dingen waar je gewoon niet over praat. En er zit bij mij altijd een gradatie in. Als ik mensen wat beter ken, nou ja, dan heb je het over andere dingen dan dat ik iemand voor de eerste keer zie uiteraard. Maar er zijn ook dingen waar ik überhaupt niet over praat. Waar ik gewoon zeg van ja, maar is ook helemaal niet relevant nu voor jou en voor nu. Waarom zou ik het hierover hebben? Dus daar probeer ik altijd een beetje die afweging in te maken. En ik doe eigenlijk, en als je dat heel vaak doet, gaat dat een beetje automatisch, dus lekker snel. Een soort risicoafweging van wat win ik door dit te delen met deze persoon en wat kan het me schaden. En dan moet ja, soms kom je dan op een soort van, eigenlijk moet ik dit wel bespreken, maar ja, dan moet je er langer over nadenken. Maar vaak is hij wel direct duidelijk. Open en eerlijk, maar niet zwart-wit. Ja, ja, ja. Het is altijd 50 Shades of Grey wat dat betreft. Ja, mijn vraag ging eigenlijk ook hierover, over die kroonjuwelen. In jouw cursus heb je ze geponeerd, komen ze dus van buiten naar binnen. Hoe bepaal je ze van binnen naar buiten toe? Daar heb je er iets over gezegd. Workshops. Ga gewoon met je team. Ja, gewoon je eigen, hoe bepaal je zelf wat jouw kroonjuwelen zijn? Oh, voor jezelf als persoon weet je het natuurlijk al. Als je open en eerlijk bent, want je vindt dat heel belangrijk, dan ga je er niet over nadenken dus. Of... Minimaal. Nee, je moet er wel over nadenken. Precies, ja. Dus het is niet van, ik ben altijd eerlijk, dus hier mijn pincode. Dat is een belachelijke. Dat is een duidelijke. Die is vooral duidelijk, maar ja, zo kun je nog wel andere dingen bedenken. En dan moet je echt gewoon voor jezelf een keer tijd voornemen. Van oké, tot waar kan ik nou gaan? En tot waar kan ik... Je hebt natuurlijk ook persoonlijke biasen. Je hebt zelf een aantal voorbeelden gegeven van, er zitten grote gaten in jouw perceptie. Ja, dat klopt. Dus die zitten er. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Gewoon, ik kom een leuke dame tegen in de bar. En dat klikt als een malle en dat gaat hartstikke goed. En dit is serieus waar gebeurd. Zij zegt, ik moet even bellen. Ze loopt naar de gang en ze gaat een telefoongesprek voeren. Ik loop er een beetje onopvallend zo schuin langs, want ik ga naar de wc en ik hoor dat ze Russisch praat. Dat zijn dingen waar je wel rekening mee moet houden. Van dit, ik weet niet wie jij bent. Dat is alert zijn. Dat is alert zijn. Maar het kan in het moment zijn. Ook aan het begin van die cursus die ik dan geef, zeg ik ook, ik heb één grote rode slide met witte letters.
En daar staat op, weet je, ik moedig jullie aan om zoveel mogelijk te delen, want daar leren we met z'n allen van. Maar ik ken jullie niet. En jullie kennen elkaar ook niet. Dus hou daar wel rekening mee wat je hier deelt. Wat mij betreft blijft alles binnen deze kamer, binnen dit klaslokaal. Maar ik ken jullie niet. Dus ik weet niet of hier een crimineel tussen zit. En dat, daar moet je altijd een beetje mee. Ja, het is een soort van continue ontdekkingsreis. Maar blijf weg van de gevaarlijke dingen. Maar hoe leer je het best eigenlijk? Via cursussen? Eén weg? Of je gewoon door te leven en gewoon inderdaad... Ja, nou, je hebt de cursus om je hebt de cursus om je de trucjes te vertellen. Hè, van nou, zo en zo zit het. En daarna moet je het gewoon gaan doen. Het is net als autorijden of fietsen of zwemmen. Ja, of muziekinstrument bespelen. Ja, gewoon doen, ja. Iemand leert je een keer hoe dat werkt. En daarna ga je gewoon daar steeds beter in worden. Ja, duidelijk. Ja. Dat is het. Oké. Marcel, hartstikke bedankt voor de lezing. Mochten er nog vragen zijn, even aangegeven dat je bedankt. Dank je wel.